Ja, dan gaan we het hebben over een onderwerp dat mij persoonlijk vrij nauw aan het hart ligt. En dan heb ik het natuurlijk over de... Wat? Sorry. Momentje, even een notificatie van mijn agenda. Even zien. Let op, vanaf morgen weer inschrijven voor STAP-budget. Oh, ja, kut. Oké, nou laten we dat andere even zitten, want het is tijd voor... Agenda-alarm. Ja, heel belangrijk. Avondshow, agenda-alarm. Want morgenochtend op 28 februari om 10 uur lokale tijd... begint de nieuwe aanmeldronde voor het STAP-budget. Niet iedereen kent dat. Bij mij was het STAP-budget altijd het geld dat we inlegden voor een avondje lutje gast. Hey. Oh, 13 gulden, forget it, we gaan naar grote gast. Hey. Maar... het STAP-budget is een subsidie van de overheid om een cursus of opleiding te doen... voor mensen die zichzelf willen bijscholen of die heel ander werk willen gaan doen. Zoals deze meneer. Bier was mijn stille hobby. En nu mijn werk. Fantastisch. Als bierspecialist ben ik de hele dag bezig met bier. Een droombaan. Start nu een gratis opleiding met STAP-subsidie bij nha.nl. Ja, bier was zijn stille hobby. Normaal noem je dat een probleem drinken, maar deze man die heeft er zijn droombaan van kunnen maken. Dat is prachtig. En op zichzelf is dat STAP-budget wel een goed idee. Want het is fijn als mensen kunnen blijven leren. En bepaalde sectoren hebben natuurlijk een groot tekort aan werknemers. Dus dan is zo'n budget van 1000 euro voor een cursus ideaal. En bij de eerste aanmeldronde, een jaar geleden, ging het dan ook meteen al best wel hard met die inschrijvingen. Sinds afgelopen dinsdag kon je 1000 euro aanvragen voor een cursus op kosten van de overheid. En die cursus moet relevant zijn voor je werk. Maar na 3 dagen is het budget al op. Er was geld voor 35.000 aanvragen. Vanwege de drukte was de website van het UWV dinsdag tijdelijk niet bereikbaar. Ja, helaas was het UWV net te laat om zich aan te melden voor een cursus webbeheer. Het STAP-geld was dus binnen 3 dagen al op. En bij de tweede ronde in juli had de STAP-website pas echt een dure ochtend. Toen is binnen 2,5 uur het volledige STAP-budget van 32 miljoen euro er doorheen gejaagd. Dat is heel veel geld, maar dan denk je, oké, mooi, dat zijn een hoop extra lassers, verplegers en stucadoors. En een professionele bierliefhebber natuurlijk, hè. Die mag er ook zijn. Maar welke cursussen waren het populairst? In de eerste periode was dit de top 5 van de meest aangevraagde cursussen met STAP-budget. Vooral cursussen voor digitale marketing. Bij Growth Marketing leer je bijvoorbeeld hoe je meer conversie haalt met je webshop. Strategieën om meer spulletjes te verkopen. Oh, fijn! Dus dan krijgen we nog meer mensen met nog meer strategieën... om via nog meer webshops nog meer spulletjes te verkopen. Yeah! Maar oké, growth marketing, prima. Maar wat was er nog meer populair? In periode 3 is moeiteloos manifesteren de hoogste nieuwkomer op 2. En dan leer je dingen te realiseren door je voor te stellen dat ze zo zijn. Ja. Hij doet hier nog even heel erg zijn best om zichzelf onder een parasolletje op de Bahama's te manifesteren. Maar dat is voor zover ik weet niet gelukt. Het was dus al snel duidelijk dat niet alle STAP-cursussen even nuttig waren. En later bleek dat sommige aanbieders van dubieuze cursussen daar heel rijk mee werden. Hier, STAP-budgetten, miljoenen subsidie naar wandelcoaches, edelsteentherapeuten en Miss Bitcoin, Madelon Vos. Ja. Die Miss Bitcoin die heeft 2 miljoen euro verdiend met cursussen. Nou, er ging dus veel mis en uiteindelijk is de eerste STAP-inschrijfronde van dit jaar... in januari zelfs helemaal afgeblazen. En daar waren de cursusaanbieders natuurlijk niet blij mee. Particuliere opleidingen zijn boos op het kabinet. De zogenoemde STAP-subsidie stopt tijdelijk... omdat misbruik moet worden onderzocht. De minister heeft ervoor gekozen om dat uit te pluizen en om regels aan te scherpen. Daar ben ik groot voorstander van. Alleen de timing zo 2-3 weken voor kerst is gewoon echt hondsberoerd. Ja, je gaat toch niet met kerst een misstand aanpakken? Waar is die kerstgedachte? Kom op! De kerstmisstand. Zo. Fraude op aarde, ja toch? Nou, morgen is er dan eindelijk weer een nieuwe inschrijfronde voor het STAP-budget. En deze keer heeft de minister een aantal voorzorgsmaatregelen genomen. Er mogen bijvoorbeeld geen hobbycursussen meer worden aangeboden. Dus je mag alleen nog een biercursus doen als je echt professioneel wil gaan drinken. Wat ook niet meer mag is het aanbieden van snoepreisjes. Oh ja, want dat gebeurde ook. Je kon vorig jaar nog een cursus persoonlijke ontwikkeling city training boeken. Dat was een 2-daagse ontdekkingstocht naar jezelf op kosten van STAP. In Amsterdam, Antwerpen of Parijs. Ik ben mezelf een keer gaan zoeken in Lissabon, maar ik bleek er helemaal niet te wonen. Dat is echt super stom. Wel een heerlijke tijd gehad. Nou, oké, er zijn allemaal nieuwe regeltjes. Dus als het goed is, staan er nu geen onzin dingen meer op die STAP-website. Nou, ten eerste, net als vroeger staan er ook een heleboel cursussen op die gewoon echt heel nuttig zijn. En bijdragen aan de maatschappij. Zie jij het ook zitten om als rietschipchauffeur je carrière voor te zetten? Meld je dan aan voor het STAP-budget. Je onderstaande link. Ja, superleuk. Toch? Ik zou wel even het stoeltje in de rijrichting zetten, denk ik. Maar oké, prima. Er staan ook nog steeds heel veel cursussen op waarvan ik denk, is dat nou echt iets wat de overheid zou moeten betalen? Altijd al nagedacht om makelaar te worden, maar geen zin om een 2-jarige opleiding te volgen? Dan is deze cursus iets voor jou. Het zal je makelaar maar zijn. Dit is de keuken. Weet je het heel zeker, er staat een heel groot lichtpad in. Ja, wie heeft hier nou een cursus gedaan? Jij of ik? Maar er is bijvoorbeeld ook een stapcursus TikTok. En als je dan kijkt onder het kopje, wat kan je verwachten van deze TikTok-cursus? Dan staat er, Instagram zit bomvol mogelijkheden. Wat? Hoe kan dat? Nou, ze bieden ook een cursus Instagram aan, maar ze waren eventjes vergeten om de introtekstjes aan te passen. En als je daar nou van wat van wil zeggen, dan moet je misschien eerst een cursus training feedback geven volgen. Dat is ook heel handig. Zo geef je toch geen feedback, zak hooi? Oké, en op welke punten kan ik mijn feedback nog verbeteren? Op niks! Er is ook nog een stapcursus die heet Perfectionisme 2.0. Want die eerste versie was toch niet goed genoeg, blijkbaar. En dan staat er ook nog een heleboel zweverige shit op de STAP-website. Zoals een cursus NLP, Neurolinguistisch Programmeren. Daar kun je dus van overheidsgeld allemaal New Age technieken leren... waar nog nooit wetenschappelijk bewijs voor is gevonden. Of deze, een opleiding tot virtueel maagbandconsulent. Dat is dus niet een virtuele consulent bij je maagband. Niet een soort clippie. Ik zie dat jij een gebakje aan het eten bent. Heb je daar hulp bij nodig? Nee, het is een echte consulent die een maagband voor je fantaseert. En ik kan me voorstellen dat je het nu nog steeds niet snapt... maar bij mensen met overgewicht wordt dan niet een echte maagband aangebracht. Nee, tijdens hypnose wordt je verteld dat je een maagband hebt. En dat is heel chill, want kijk, in tegenstelling tot de risico's van een operatief aangebrachte maagband... kent de virtuele variant geen negatieve bijwerkingen. Het is 100% veilig, er is geen narcose nodig, er zijn geen littekens... en er is geen herstelperiode van toepassing. Ja, het grote voordeel van een virtuele maagband is dat je geen littekens krijgt. Het grote nadeel is dat je geen maagband krijgt. Dus... zelfs met al die nieuwe regels blijft het een wirwar aan cursussen met nuttige opleidingen. Dingen die ook gewoon hobby's kunnen zijn, maar ook regelrechte kwakzalverij. En morgen om 10 uur gaat de inschrijving weer open. Dus even een oproep aan iedereen die overweegt om zich in te schrijven. Kies alsjeblieft iets nuttigs. En als je niks nuttigs weet, schrijf je dan gewoon niet in. En als je toch een cursus wil doen, stel je dan gewoon voor dat je zo'n cursus aan het doen bent. En voor je het weet manifesteer je een werkelijkheid waarin je jezelf ontwikkelt. Tot zover! Ja, en wil je nou de hele uitzending terugkijken? Dat kan dan op NPO Start. Even kijken, had ik verder nog dingen? Ik zit even te denken. NPO Start had ik al genoemd. Nee, volgens mij niet. Nee.